Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 5 december, Sinterklaasdag en tevens Vlogmas nummer 5. Het is momenteel 9 uur en het is nog best wel donker buiten. Nu weet ik niet 100% zeker of het altijd zo donker is, maar het lijkt nog best wel donker. Waardoor ik net iets had van, oh, ik ben vroeg uit bed. Maar het is al 9 uur, dus zo vroeg is dat niet. Mijn vriend is net de deur uit. Ik heb net water opgezet voor een lekker kopje thee, want daar heb ik zin in. Het enige probleem dat ik vandaag heb, ik heb echt geen drol in huis om te eten als ontbijt. Behalve die Pop-Tarts, maar die heb ik gisteren ook al gehad. En ik heb 3 eieren. Maar ja, hè? Wat moet je dan? Of ik ga een beetje rijst maken. Ik kan niet weer een Pop-Tart eten namelijk, toch? Ik ga denk ik een beetje rijst maken. Ik ga die eieren maken tot roerei. Gooi ik dat bij elkaar. En dan lijkt me dat het beste. Ik heb ook nog die stamppot natuurlijk over. Maar dat ga ik niet eten als ontbijt. Nee, ik ga denk ik eventjes... hier een klein beetje een opruimpje houden, want het is erg rommelig. Zo, het is een klein beetje opgeruimd. Het is niet geweldig schoon of geweldig opgeruimd, maar het is zeker eventjes voldoende voor nu. En ik had dit echt bijna laten overstromen. Dit schuim, dat zat echt nog hoger net. Ik had niet helemaal door hoe snel de kraan, hoe snel de bak was gevuld. Maar of het is dit alleen maar schuim? Oh nee, hier zit het water al. Dus ja, het eventjes lekker weken en dan ga ik het zo even afwassen. En dan ziet het er weer een stuk beter uit. En terwijl mijn rijst nog eventjes bezig is met koken, neem ik eventjes een kiwietje en een mandarijntje mee naar de huiskamer. Want ik heb hier mijn laptop staan. En ben al de beelden van gisteren aan het importeren. En die ga ik gewoon nu editen. Hopelijk is vlog nummer 4 dan een stuk eerder online dan degene van gisteren. Maar ik moet wel even zeggen, vlog nummer 3 is best wel laat online gegaan. Maar ik werd wakker vandaag en ik dacht, oké, ik hoop dat hij in ieder geval iets van views heeft. En hij had meer views dan ik had gehoopt. Dus daar ben ik wel echt heel erg blij om dat te zien. En dat jullie toch nog tijd over hadden om die te gaan kijken. Of dat het misschien vanmorgen is gaan kijken. Maar ik ben in ieder geval al blij als in ieder geval 10 van jullie of zo naar onze vlogmas video's zullen kijken. Het is nu net licht geworden buiten en ik heb net al even gedoucht zoals je kunt zien. En ik ga nu heel eventjes een ontbijtje maken voor mezelf. Kijken of ik het kan met één hand. Oh. Oh, normaal gaat het wel iets beter. Maar op zich, eitje zit in de pan. Zo. Zo, ik maak ook even een tweede cappuccino. Goedemorgen, Silly. Hoe gaat het met jou? Heb je zin om samen de adventskalenders te openen? Nummer 5, daar. Dit is een handcremetje. Oh, het is echt een super schattige verpakking. Deze is echt super leuk. En dan hebben we nog de adventskalender van Essence. Eens even kijken. Nummer 5. Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Nee, dat is nummer 23. Het is deze. Oeh. Het is een heel groot vakje dit. Wat zou erin zitten? Sponsen. Hey, wat schattig. Het blijft toch wel heel erg leuk om al die vakjes te openen van zo'n adventskalender. Want het is toch weer een klein cadeautje elke dag. Eigenlijk stiekem had ik er wel meer gewild. Of eentje met chocola of zo. Dat is best wel classic. Silly zit soms heel erg te mouwen en dan te roepen. En dan zegt hij eigenlijk, leg je telefoon weg. Give me hugs. Toen Sylvester zeg maar net bij ons kwam, toen was hij ten eerste heel erg anders dan Shabby. Want het is niet echt een schootkat. Als ik hem probeer op te tillen, dan word ik gewoon in elkaar geslagen. Als ik hem ging aaien, dan werd ik ook in elkaar geslagen. En als ik hem gewoon maar verkeerd naar hem keek, dan ging hij me ook slaan. Dus ik weet niet zo goed. Ik denk dat hij gewoon een beetje gewend is geraakt aan het feit dat ik hem gewoon blijf knuffelen. En dat hij nu weet dat dat oké is. Het is niet dat het eerst niet dat hij getraumatiseerd is of zo. Maar ik denk dat hij gewoon ook ouder is geworden en het allemaal maar best vindt. Maar dit kan ik dus niet de hele dag doen, Sil. Op een gegeven moment moet ik weer aan het werk. Wat vind je daarvan? Dat is niet zo leuk, hè? Maar ja, het is wel realiteit. Het is inmiddels alweer ergens richting de middag. Ik ben al helemaal aangekleed, make-upt, gemake-upt en dergelijke. En ik kan nu 2 dingen gaan doen. 1, ik kan de adventskalenders gaan uitpakken, want dat heb ik nog steeds niet gedaan. En 2, ik denk dat het tijd is om deze doos die hier ligt eindelijk eens uit te gaan pakken. En wat erin zit is namelijk een nep kerstboom. En als je nu iets hebt van, oh my god, Laris, waarom een nep kerstboom? Wat doe je me aan? I'm sorry, ik heb inderdaad die reactie van het weekend ook al van een paar mensen gehad. Maar
Deze boom die lag al super lang bij mijn ouders op zolder. En ik had iets ervan, ik kan die op zich lenen. Nu kan ik inderdaad ook een echte boom nemen. Maar als deze ook heel erg mooi is, dan vind ik het ergens ook weer zeg maar zonde als ik straks een boom op straat moet zetten. Ik vind dat altijd heel erg sad en sip eigenlijk. En ik heb geen tuin waar ik een boom in kan planten. En vaak krijg je ook een boom zonder kluit. En ik kan het gewoon ergens kwijt, zeg maar. Dus ik vind dat ergens ook een heel zielig moment altijd als ik dan bomen weer de straat op zie gaan. Vooral als het serieus echt 1 of 2 dagen naar kerst al is. Dan denk ik, jeetje mina, hoe lang heb je serieus de boom in huis gehad? Maar goed, dat zijn even een paar van mijn dingen waarom ik een nepboom ook niet verkeerd vind. En ik kan me herinneren dat hij er best wel mooi uitziet. In ieder geval, wij hebben ook jaren altijd een nepboom gehad. En toen op een gegeven moment dachten mijn ouders, Nienke, we gaan gewoon een echte nemen. Maar weet je, ik dacht, ik ga hem gewoon opzetten. En als ik iets heb van, oké, ik vind het toch geen succes, dan kan ik altijd nog een boom kopen. Maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Lang verhaal kort, don't hate me als je iets hebt van, ik vind het zo slecht dat je een nepboom neemt. Maar weet je, ik heb eigenlijk ondertussen al besloten, ik ga eerst even die adventskalenders doen. Want dat had ik eigenlijk vanmorgen al moeten doen. En jullie zitten er vast op te wachten wat voor poster ik vandaag eruit ga trekken. Of niet, dat kan ook. Dus ik ga jullie even neerzetten en ik pak even de adventskalenders erbij en gaan we even kijken wat erin zit. Grote kans dat jullie al waarschijnlijk bij Tara in deze video hebben gezien wat zij uit haar Essence adventskalender heeft gehaald. Want vaak is zij net iets eerder op de dag als ik. En ja, meestal knippen we dan 1 van de 2 delen eruit, zodat je niet dubbel ziet van dat we een hokje openmaken, want dat is een beetje overbodig. En ik hoop trouwens dat jullie het leuk vinden om elke keer onze beelden een beetje door elkaar te zien. En ik weet dat we daar eerder altijd echt wel complimenten over kregen, dat jullie dat heel erg leuk vonden. En ik weet trouwens ook geen ander YouTube duo die dat ook doet, dus ik dacht, nou ja, dan zijn we toch nog een soort van een beetje origineel, hoop ik. Dan moet je niet zeggen dat er heel veel mensen zijn die dat ook doen, want laat me dit gevoel even hebben. Dan gaan we nu naar de Unique Posters. Ook nummer 5. Het is een zwembad! Dit zou wel iets kunnen zijn wat ik naast mijn bed zou kunnen hangen. Want ik wil dat daar een beetje aan posters hangen die een beetje rustgevend zijn. Alleen, ik weet niet of die heel erg past bij het meisje met de beer. Goed, gaan we nu verder met project kerstboom. Let trouwens eventjes niet op de enorme zooi die hier op de tafel ligt. En daarachter. Het zijn allemaal dingen daar waar ik nog aan moet gaan beginnen. Maar ik ga nu gewoon alleen leuke dingen doen. Dus, ik had bedacht dat hier de boom kon gaan komen. Ik denk dat ze dan ook nog een leuk lichtje krijgen in de hele huiskamer als de lampjes er straks in hangen. Die heb ik nu trouwens nog niet. Ik heb nu alleen deze slingers liggen. Die herken je misschien nog wel uit een, ik denk een vlog of video of shoplog van Serena. We zijn namelijk laatst naar Bataviastad geweest. Daar had zij dit gekocht samen met mijn moeder. Mijn moeder die zei laatst tegen me, het is toch niet helemaal mijn ding. En ja, ik vind het inderdaad ook niet echt helemaal haar ding. Ik weet ook niet 100% zeker of het mijn ding is. Zeg maar, ik wilde het een beetje een soort van airy houden en licht. Maar ik wil denk ik wel mijn boom fun doen met allemaal van die gekke ornamentjes erin. Van hamburgers, cupcakes, dat soort dingen. Dus ik denk, als je dan hier naar kijkt, dat dat wel weer een hele goede match is. Dus ja. Oh, trouwens. Ik heb de nagellak op uit de adventskalender van Essence. Uit de, volgens mij de eerste. En ik vind hem wel echt heel erg mooi. Het is echt een soort van milky roze kleur. Dus het is echt geen wit. Ja, hij heeft gewoon een soort van lichte roze kleur erin zitten. Ik vind het wel echt heel erg leuk. Dit is dus het lakje en de naam is 03 Me and My Snowflakes. Heel erg leuk staan, denk ik. Hij staat wel wat verder van de muur af dan ik had gehoopt. Dus ik ga hem denk ik gewoon eventjes helemaal klaarmaken. En dan even kijken hoe hij hier staat. En eventueel wordt het misschien toch een ander plekje. Maar voor nu ben ik wel helemaal blij dat ik hem in ieder geval aan elkaar heb gezet. Het ging eigenlijk makkelijker dan ik me kon herinneren. Zo, we zijn alweer eventjes verder. Het is inmiddels middag. En ja, ik moest heel eventjes de beuk erin gooien om een artikel af te maken. En ik heb hem niet af. Ah! Ik moet echt nog, we hebben gewoon best wel veel dingen te doen. En ik wil gewoon heel graag eventjes die, ik kan er zeg maar niet tegen als ik een to-do list heb. En die to-do list blijft bestaan. Dus het liefst maak ik dan nog een extra mini to-do listje. En
Ik had zeg maar laatst mijn huis opgeruimd en het is nu alweer een zooi. Kijk, bijvoorbeeld dit nu. Ik snap gewoon eventjes niet hoe ik het altijd voor elkaar krijg om een huis binnen 2 dagen weer in een complete bende te veranderen. Maar ik ben hier niet om te klagen. Ik ben hier nu alleen eventjes om te zeggen dat ik heel eventjes een break ga nemen. Ik ga denk ik eventjes... Ik denk dat ik eventjes de stad in ga, omdat ik aankomende vrijdag loodjes heb getrokken en zit de kerst ga vieren met vrienden. En ik moet ook nog steeds een cadeautje inscoren. En ik heb het vermoeden dat hetgene wat ik wil kopen, dat ze dat hebben bij een winkel. Dus ik moet eventjes de stad ingaan, even kijken of ze het hebben. En dan ga ik dat even doen. Dan kan ik dat zeg maar een soort van uit mijn hoofd halen. Ik word aangetikt. Wil je mee de stad in? Ik denk dat het een beetje onhandig wordt, hè? Dus dat zit een beetje aan me te knagen. Dus als ik dat zeg maar gedaan heb, dan voelt het al een beetje goed. En dan ga ik vanavond gewoon verder naar het artikel. Als ik die dan af heb, voelt dat nog beter. Dan is dat het. Maar het is een sale. Oké. Lekker. Nou goed, in ieder geval, ik weet gewoon soms eventjes niet meer wat ik wilde zeggen. Dat is kwijt. Oké, aangezien ik me niet kan concentreren op het artikel dat ik nog steeds af moet maken. En ik beter gewoon heel eventjes mijn hoofd kan legen, zodat ik er daarna nog een keer naar kan kijken. En dan dingen beter kan herschrijven. Heb ik besloten om gewoon een lijstje voor mezelf te maken. En die moet ik nu gaan finishen. Ik heb echt niet normaal lelijk geschreven. Ik heb heel vaak dat ik de A doe ik dan groot en doe ik eentje doe ik normaal. En de ene keer is mijn R een daadwerkelijke R. En de andere keer is het een soort van... Nou, in ieder geval... Dit is mijn lijstje. Dit ga ik nu doen. Ik geef mezelf een kwartier voor de eerste 4. Dus let's go, 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 go. Oké, ik heb nu 3 dingetjes gedaan van mijn lijstje, namelijk de afwas. Ik heb een beetje de woonkamer opgeruimd. Ik heb mijn pakjes ingepakt, dus ik ga nu naar buiten om ze te verzenden. En dan rijd ik even door naar de winkel. Wat is heel... En dan ga ik door naar de winkel om eventjes die cadeautjes te zoeken. Die meteen halen, dus dan is dat in mijn hoofd. En als ik terugkom, dan is het hopelijk 4 uur. En dan kan ik nog even aan het artikel zitten en die afmaken. En dat zou echt heel erg lekker zijn als je dat allemaal afkrijgt. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Kijk, ik zie net deze leuke broekjes. En dit soort broekjes, daar zijn Larissa en ik naar op zoek. Dus ik heb er heel veel gefacetimed. Hi Liz. Om even te laten zien. En ze vraagt nu of ik ze voor haar ga passen. Dus dat ga ik wel even doen. Maar dat zijn best wel leuke... Het is een leuk modelletje, zeg maar. Deze broek is mooi. Maar eigenlijk is die gewoon precies hetzelfde als wat ik al had. Dus het heeft gewoon niet zoveel zin om precies dezelfde broek te kopen. Ik wil dat die losse zit bij de bovenbenen. Maar misschien moet ik wel gewoon heel veel afvallen. Of ik weet niet wat voor model ik anders moet. Maar Larissa en ik willen zeg maar een broek die los is bij de bovenbenen. Beetje los bij de onderkant, maar niet big. Dus dit is eigenlijk heel leuk, maar wel net iets te strak. Ik weet niet zo goed wat me bezielde toen ik zei eventjes een cadeautje zoeken. Want ik kan niks vinden. En het is 5 december, dus het is super druk in de stad. Ik denk dat ik gewoon wel weer naar huis ga. En dan even opnieuw gaan nadenken wat ik nou ga kopen. Oké, ik ben nog wat aantal winkels ingegaan. En ik lijk gewoon niet te slagen. Ik zie alleen maar leuke dingetjes, maar het lukt me gewoon niet. Ik vind het best wel frustrerend. Dus ik ga nog 1 winkel proberen. En als het niet lukt, dan is het 4 uur en dan ga ik naar huis. En dan zoek ik het dus later uit. Tot zo. Ik ben weer thuis uit de stad en een kleine update is dat ik uiteindelijk heb gevonden wat ik wilde. Dus ik ben bijna klaar met alle cadeautjes voor degene van wie ik het loodje heb getrokken aankomende vrijdag pas. Dus dat scheelt al een hoop stress en dan hoef ik het niet allemaal heel erg last minute te doen. Ik ben op dit moment al aan het koken en ik probeer eigenlijk een beetje het gerecht te maken wat mijn moeder altijd maakt. En dat is gewoon een ovenplaat met groenten en kip. Alleen heb ik een combi-oven en ik heb niet het gevoel dat het... echt heel erg goed gaat. Het gaat zeg maar veel langzamer dan gedacht. Dus ik had het net hier beneden zitten. En nu, oh hij is echt super vies. Er is ook volgens mij net een tomaat ontploft. En nu hier bovenin doe ik even het allerlaatste. Om alles een beetje extra donker te laten kleuren. Dus ik heb er wel heel erg zin in. Maar ik hoop dat het net zo lekker is als dat mijn moeder maakt. Zo, oh, het beslaat helemaal.
We gaan dit heel even bij de televisie opeten, zodat we nog een serietje kunnen kijken. En ik zit te denken aan de Punisher. Ik moet ondertussen trouwens heel eventjes de vlogcamera batterij opladen, dus dat ga ik nu eventjes doen. Hallo iedereen, het is inmiddels een paar uur later en ik heb eigenlijk de hele tijd een beetje geprobeerd mijn interieur een beetje om te wisselen, zodat het past met de nieuwe kerstboom die er staat. Maar het is me niet echt gelukt. Nee, ik weet niet. Ik denk dat ik even een beetje hulp nodig heb van mijn moeder. Want die weet altijd wel heel erg goed hoe je het beste dingen kan schuiven in de huiskamer. En ik vind het nu nog niet echt een succes. Het ziet er echt uit als een of andere mislukte jungle of zo. Maar goed, ik heb geen tijd om daar nu verder over na te denken. Want ik ga lekker uit eten. En ik dacht, ik laat jullie nog heel snel mijn outfit of zo zien. Niet dat het weer heel erg speciaal is, maar... ik vind dat gewoon heel erg leuk om te laten zien. Maar het is een beetje donker. Je kan het wel net een beetje zien. Ik heb een hele oversized trui aan. Ik heb hem zelfs nog dubbel geslagen. Hij is eigenlijk helemaal zo. Deze heb ik even van mijn vriend geleend. Gewoon even uit de kast gepakt. En hij is grijs. Een broek met een scheur in de knie. En mijn thrifty old Vans old schools die ik altijd draag. En ik doe nog even een muts op. Zelfs als gisteren. En ik denk gewoon dezelfde H&M-jas ook. Om een beetje goed warm te blijven. Maar ik moet nog een stukje fietsen. Dus lekker de kou in. Dus ik ga hem even goed inpakken. En dan lekker op de fiets stappen. Zodat ik op tijd ben. Dus ik zie jullie zo meteen weer. Zo, ik ben aangekomen op Utrecht. Hoog Catharina. Oh, dit is beter licht zo te zien. Ah, die mooie die lampjes. Waar moet je achter me zien? Pretty. En ik sta eigenlijk hier gelijk al bij het restaurant. Het zit hier. Ik weet niet of je het kan... zien of lezen. Het is misschien spiegelbeeld. Misschien niet. Not sure. Maar hier is het gelijk. Dus dat is super makkelijk. En volgens mij zie ik die meiden niet buiten staan. Dan ben ik dus gelukkig nog op tijd. Maar ik zag volgens mij onder het fietsen door dat er allemaal berichtjes binnenkwamen. Oh, ze zijn er over een paar minuutjes. Nou, dan ga ik even lekker naar binnen. Het ziet er super schattig uit. En het bestaat uit twee delen. Dus je hebt hem daar en je hebt hem hier. En het interieur is echt een super cool. Ik ga even hier wachten. Ze zien me niet eens. Ze lopen gewoon naar binnen. Ik ben echt heel benieuwd of ze nog terugkomen lopen. Ze zitten echt te zoeken nu. Oké, ik loop er wel naartoe. We zitten aan tafel en ik heb eindelijk mijn keuze kunnen maken. En ik ga de meiden niet vol in beeld brengen, want ze zijn een beetje camera-schuw. Tot hier. Ik ga waarschijnlijk voor de dips Libanese hummus met pitabrood. En deze salade klonk echt mega lekker. Want er zit granaatappel in. En ik heb een lekker theetje besteld. Dus een verse muntthee met een roos. En het is echt super lekker. En het wordt geserveerd in zo'n heel leuk theepotje. Die kan je er echt wel een stuk of drie glaasjes uithalen. Dus dat vind ik ook wel heel erg chill. Het restaurant ziet er echt super gezellig uit. Met allemaal hoekjes. Ja, dit is nu niet open omdat het niet, ja, niet druk genoeg is. Maar het ziet er wel echt super gezellig uit. Met al die kleurtjes en dingetjes aan de muur. En die boom daar. Zo gezellig. En heel veel plek zou het zien. Leuke vloeren. En heb je hier de keuken. En hier zitten wij. Ik heb hier de salade. Die ziet er echt super goed uit. De hummus met pizza brood. Dit is de falafel wrap. Nog een keer hummus. De vermicelli rijst. En de falafel. Het ruikt echt super lekker ook. Eet smakelijk! En als dessert heb ik de melkpudding met rozen besteld. Ziet er echt super goed uit. Ik heb dat nog nooit gehad, dus ik ben heel erg benieuwd. En baklava. Oké. Maar even, ik moet heel veel denken. Nu proef ik de roos en dan ben ik happy. Hij is lekker creamy en een beetje dik. En dan hebben we dat sausje eromheen. Dat is roos. Je moet even nadenken, hè? Ik vind het niet lekker dat het bloemig smaakt. Zo, ik ben weer thuis aangekomen. En een vriendinnetje van mij zei eerder vandaag van... heeft Sinterklaas nog iets in je brievenbus achtergelaten? Maar ik heb nog niet de brievenbus gecheckt vandaag. Dus dat ga ik nu gelijk even doen. Ik weet niet wat erin zit. Ik ben benieuwd. Reclame. Ze heeft het echt zelf erin gedaan, denk ik, want er staat dus geen adres op. Het is een beetje dik. Nou, dat is leuk, want ik heb ook al van Giovanna een chocoladeletter gehad. Dus ik heb twee dingetjes om uit te pakken. Dus dat is nog een leuke verrassing, want ik zei tegen jullie van ik vier eigenlijk helemaal geen Sinterklaas. En toch heb ik nu twee cadeautjes gekregen. Van mijn vriendin Giovanna heb ik deze chocoladeletter gekregen. En natuurlijk de letter L.
Super lekker. En ik vind deze verpakking ook trouwens wel echt heel erg leuk gedaan. Ik weet niet zo goed waarom deze gaatjes erin zitten. Maar het ziet er wel echt heel erg leuk uit. Dus hier kan ik lekker van snoepen. Super bedankt, Gio. En van vriendin Jolien heb ik dus een envelopje gekregen. En er zit iets in. Ik weet niet wat. Dus ik ga even kijken wat erin zit natuurlijk. Ten eerste, super bedankt, Lien. Echt een verrassing dat je wat in mijn brievenbus hebt gedaan. Ik vind het echt helemaal leuk. Even kijken, wat is het allemaal? Oh, strooigoed. Dus het zijn echt deze chocolademunten. Oh, yum, schuimpjes. Oh, dat vind ik echt zo lekker. Ook de roze, dat is mijn favoriet. Oh, er zit ook nog een briefje bij. Oh my god, is dit een versje? Oh my god, het is een heel lang versje. Ik weet niet wat erin staat, maar ik zei, hij is ook best wel lang. Dus ik zal hem niet nu gaan voorlezen. Maar ik vind het wel echt mega leuk. Ik zie wel dat de eerste zin begint met... Voor jou geen kaart met een sexy man. En het is heel leuk, want ik had haar laatst als verrassing een echt een te foute kaart opgestuurd. Met echt zo'n man met een te strakke string bikini broekje. En dat je gewoon alles zag. En ik had het opgestuurd naar haar en haar vriend. En haar vriend die had het als eerste gezien. En die dacht echt, oh my god, wat is dit? Dat was echt super grappig. Ik vind het leuk dat ze dat heeft verwerkt in deze brief. Maar die ga ik zo even helemaal voorlezen. En ik ben heel benieuwd wat hierin staat. Ik vind het echt super knap, zo'n lang versje. Daar ben ik echt zelf zo ontzettend slecht in. Zo, het is inmiddels weer avond. En ik heb net mijn serie uitgekeken. The Punisher. Het is echt een super goede serie als je nog niet bent begonnen. Ik zou zeker beginnen, want het is echt super spannend. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat ik hem heb uitgekeken. Want nu weet ik niet zo goed wat ik nog meer moet gaan kijken. Dus als je nog tips hebt voor Netflix, laat het even achter in de comments. Ik heb al heel veel gezien, dus waarschijnlijk zal ik alles al wel een beetje herkennen. Maar waar ik zelf heel erg van hou, is wel gewoon actie en een beetje spannend. Ik hou niet heel erg van die... hoe moet ik het zeggen, chick flick series of zo. Bijvoorbeeld Pretty Little Liars, ik heb uiteraard uitgekeken. Modern Family kijk ik, Hey Girl, dat soort dingen wel. Maar ik hoef niet per se nieuwe te ontdekken, maar wel spannende dingen. En Sinner heb ik bijvoorbeeld ook al gekeken. Ik vind het trouwens echt super leuk om te zien hoe leuk jullie op de vlogvragen reageren die wij stellen in deze Vlogmas video's. De vlogvraag van deze keer is, wat is jouw favoriete soort chocola? Melk, puur of wit? Mijne is denk ik wel gewoon melk, al kan ik ook wel heel erg gek zijn op witte chocola en dan liefst met die crispy erin. Die gepofte rijst, dat vind ik echt super lekker. Of gewoon een hele goede melk met hazelnoten. En laat me eventjes in de comments weten wat jouw favoriete chocoladesmaak is. Nou, ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk vonden om te zien. Ik wens jullie nog een hele fijne dag toe en ik spreek jullie gewoon morgen weer. Doei! Doei!